Wat hebben Jezus, een moederkip en Pinksteren met elkaar te maken? Nou, alles. Ik ga het je uitleggen. Misschien vind je Pinksteren een beetje een vaag feest. De Heilige Geest die uitgestort wordt en zo. Hoe zit dat? Nou, dat ga ik je vertellen. Vlak voordat Jezus gaat sterven, vertelt hij de discipelen dat het voor hen beter is dat hij naar de hemel gaat. Zodat hij de Heilige Geest kan sturen. Dat vieren we zondag. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, plotseling, als hij naar Jeruzalem komt, barst hij in tranen uit. En iedereen kijkt misschien een beetje vreemd op. En hij roept geëmotioneerd uit dat hij zijn volk het liefste onder zijn vleugels wil beschermen. Zoals een moederkip haar kuikentjes. Hij vindt het vreselijk om ons alleen te moeten laten. Maar hij moet wel, want Jezus kan zo in de vorm van de Heilige Geest terugkomen naar de aarde. Dit is precies wat we zondag herdenken. Dat Jezus als Heilige Geest in ons kan wonen, in jou en in mij. Een dikke challenge voor jou. Nodig Jezus uit in je hart, zodat hij in je hart komt wonen. Vraag hem of hij door de Heilige Geest jou de weg mag wijzen in jouw leven. Zoals een moederkip dat doet bij haar kuikens. Doe je mee?